je die speen gelaten? Ja, als jij die speen gewoon dan teruglegt in de kinderwagen. Het zou fijn zijn dat je een beetje helpt hier in huis. Nee, bezoeken, hè? Met Jos lang op dat. Helpen in de kruis. Sorry, heeft u een momentje? Dan loop ik naar buiten. Ik kan hem niet verstaan. Auw. Wat is dat? Ding. Lees soms? Ja. Bedankt, hè. Mijn scriptie is goedgekeurd. Ik studeer af donderdag. Gefeliciteerd. Oh, ik dacht dat het nooit zou gebeuren. Ik ben zo trots op jou. Hey, wat is er? Mijn scriptie is goedgekeurd. Ja, donderdag studeer ik af. Dat moet gevierd worden. Ik ga Jeff bellen, kijken of ik langs kan. Oh, stop. Koning, en dan. Nee, geen denken aan. Ja, zo'n gedoe er, ik ben hartstikke moe, daar heb ik echt geen zin in. Maar je studeert maar één keer af, dat moet gevierd worden, hoor. Nou, dan geef ik een andere keer wel een feest. Dan komt het er niet meer van. Dan, het klinkt misschien hartstikke saai, jongens, maar ik ben kapot. Ik moet er niet aan denken. Ik heb alleen maar voor Lana gezorgd en gestudeerd de afgelopen tijd. Ik wil even helemaal niks. Alleen slapen, eigenlijk. Ja, is het heel erg? Nee, natuurlijk niet, maar misschien kan je er dan eindelijk eens over ophouden. Hoi. Lorena was het toch? Mm-hmm. Hoe is het met je? Prima. Interessant gesprek. Ja, met Laura. Hoop geregel, bruiloft. Maar ik heb het er graag voor over. Ik heb met Laura een fantastische vrouw uitgekozen. En ik ken een geweldige jazzband. Allemaal vrienden van mij. Spelen normaal gesproken nooit op bruiloften en partijen. Maar voor ons maken ze een uitzondering. Leuk. Waarom doe je dan zo nerveus? Is dat te merken? Maar het was ook een beetje een gedoe. Ik had ze namelijk niet verteld dat het om een bruiloft ging, maar om een groot concert. Nou ja, ze trapten erin en nu kunnen ze geen nee meer zeggen. Laura, hè? Alles voorover. Nou, we moeten weer vandoor. Okay. Tot ziens. Goed aan Laura. Doe ik. Heb jij soms ook een beetje last van gebroken nachten? En misschien moeten jullie een paar reservespenen kopen en die op een vaste plek neerleggen. Nou, Jack, we hebben zat spenen in huis, maar ze verdwijnen steeds. Misschien hebben we iets te veel vaste plekken. Ja, nee, ik ga Lana in bad doen. Wil je misschien mee? Het is leuk hoe ze met elkaar te spetten. Nou, een ander keertje heel graag. Alleen, ik moet nog even naar het bureau. Oké. Wacht even. We laten het hier niet zomaar bij zitten, toch? Waar heb je het over? Sjorster afstudeerfeest. Ze zegt het net dat ze er niet op zit te wachten. Dat zegt ze. Ze zegt dat ze er niet op zit te wachten omdat ze geen zin heeft om het zelf te regelen. Dus daarom gaan wij het voor haar regelen. Een surprise party. Is niks voor haar. Het is echt wel iets voor haar. Ze is alleen maar bezig geweest met die scriptie, de hele tijd. En voor Lana aan het zorgen. En nu is het tijd om een feestje te vieren met al haar vrienden. Dat heeft ze verdiend. Misschien wel eens wachten tot Bing terug is. En hoe lang duurt dat nog? Nou. Oké, je gaat niet meehelpen. Prima, dan doe ik het zelf wel. Maar hou dan wel je mond alsjeblieft. Oké, ik vind het best. Maar ik vertel je nu al, ze zitten niet op te wachten. Ja, met Jack. Jack, met Rick. Heb jij Ricky toevallig gezien? Nee, hoezo? Ze is van huis weggelopen. Hoe lang geleden? Vandaag. Hadden jullie ruzie? Nou ja, we hadden wat problemen, dat hebben we uitgepraat. Dacht ik. Oké, ik heb alles en iedereen afgebeld. Ik denk dat Sil er meer van weet, maar hij zegt van niet en ik geloof hem niet. Kun jij misschien wat doen?